Vandana Ramlal Chander is vandaag afgestudeerd aan de masteropleiding Education in Teacher Training van de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR. Ze verdedigde met succes haar masterthesis competentiegericht begeleiden op de werkplek, een aanzet tot het professionaliseren van klassenleerkrachten in het competentiegericht begeleiden van studenten. Chander slaagde cum laude met het cijfer 10 voor haar afstudeerthesis. Ze liet vooral haar licht schijnen op de nieuwe leerkracht. Het project De Nieuwe Leerkracht moet maken dat er anders wordt gekeken naar de Surinaamse leerkracht. Ook voor wat betreft de instroom van leerlingen die leerkracht willen worden. De Nieuwe Leerkracht is een competentiegerichte opleiding. Dat wil dus zeggen dat er een verschuiving plaatsvindt van vakgericht naar competentiegericht onderwijs. Studenten leren nu echt te handelen met de kennis. Ze krijgen betekenisvolle opdrachten. Ze werken met realistische beroepsvraagstukken. En dat is allemaal zo mooi. Deze innovatie, daar staat werkplek leren helemaal aan top. Eigenlijk kunnen we zeggen dat werkplek leren het hart is van die hele competentiegerichte opleiding. En waarom zeg ik dat? Op de werkplek leren studenten. De studenten komen daar in contact met belangrijke aspecten van het beroep. En ze leren onder begeleiding van de klassenleerkrachten, maar ook onder begeleiding van de stagebegeleiders van de instituten, leren ze die 9 competenties te ontwikkelen die gewoon noodzakelijk zijn om het beroep straks goed uit te kunnen oefenen. Deze innovatie is echt pittig, ja. Want het stelt nieuwe eisen aan de professionele ontwikkeling van de klassenleerkrachten, maar ook van de stagebegeleiders. De nieuwbakken Master in Education concludeert na haar onderzoek dat de klassenleerkracht kennis en vaardigheden ontbreekt om de student te begeleiden. Ook krijgt de leerkracht onvoldoende ondersteuning en ontbreekt het aan samenwerking. Om te weten wat deze klassenleerkrachten precies nodig hebben aan kennis, aan vaardigheden, maar ook om te weten hoe je echt de kwaliteit van die begeleiding kan verhogen, is het belangrijk om te gaan kijken naar wat de literatuur daarover zegt. Wat zegt de literatuur? De literatuur zegt, zoals ik eerder heb aangegeven, heb aandacht voor werkplek leren. Dat is de basis. Toch? Dat is het hart van die hele opleiding. Maar daar leren studenten. Maar niet alleen die studenten, daar leren vooral klassenleerkrachten en stagebegeleiders. Dat ze leren van elkaar, maar ze leren ook wel van de studenten. Dat is gewoon een feit. Maar wil je dat het leren zeg maar effectief geschiet op die werkplek, dan moet je rekening houden met die kenmerken van werkplek leren. Je moet ervoor zorgen als werkplek dat studenten die handelingsruimte krijgen om echt aan de slag te kunnen gaan. Ze moeten oefenen, ze moeten lesgeven. Maar dat die werkplek, en de werkplek is de basisschool, daar moeten er ook leermogelijkheden aanwezig zijn. Vandana Ramlal Chander. Ze studeerde vandaag cum laude af van de opleiding Master in Education in Teacher Training van de IGSR. Ze kreeg een 10 voor het verdedigen van haar afstudeerthesis, getiteld Competentiegericht begeleiden op de werkplek, een aanzet tot het professionaliseren van klassenleerkrachten in het competentiegericht begeleiden van studenten.